Hallo Sil. Goedemorgen. Welkom in Vlogmas nummer 10. Het is vandaag zondag en het is nu 11:15. Wat ik straks ga doen is even brownies bakken. Zoals ik gisteren al zei, voor de afternoon tea die mijn moeder straks gaat geven. Brownies en boterkoek. En ik heb net ook al de vlogmas geëdit, dus die is ook bezig met uploaden op dit moment. Dus ik ben lekker goed bezig vandaag. Maar goed, ik heb ook... Was wel redelijk op tijd opgestaan. En wat ik buiten nu zie is dat het aan het sneeuwen is. Ik wist op zich al wel dat het zondag zou gaan sneeuwen. Dus het wordt echt een kerstige afternoon tea. Dus dat vind ik stiekem wel heel erg gezellig. En ook wel heel erg chill dat we dus de hele dag binnen gaan zitten met lekker eten. Hi Sil. Kom eens hier. Ja. Nou jongens, je kijkt naar een gezicht of een persoon dat 3,5 uur heeft geslapen vannacht. Je hoort het aan mijn stem. Je ziet het minder aan mijn gezicht door deze fantastische glow die ik erop heb gegooid. En ik ben extra happy omdat ik net het gordijn opendeed en ik zag dit. Wow! Het sneeuwt gewoon. Het sneeuwt flink ook nog. Sneeuw, 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 sneeuw. En nog een sneeuw. Nu is dat misschien minder handig omdat we straks naar huis gaan en rijden en we dan... flink in de sneeuwstorm zitten. Voor ontbijtje hadden we gisteren nog even wat krentenbollen gehaald. Dus ik heb wat te eten zo meteen in de auto. We hebben hier nog een pak sap staan. Dus nou, dat is wel een klein ontbijtje dat er straks wel in kan. Voor op de terugweg naar huis. Zo, ik heb net heel eventjes gedoucht. En het is inmiddels buiten veranderd in een soort van winter wonderland. Ik weet het, ik sta nu in een tanktop buiten. Maar ik heb het gewoon nog heel erg warm van het douchen. En wauw. Echt heel erg mooi. Ik ben wel benieuwd of ik ben wel heel erg benieuwd hoe we dat straks gaan doen. Of het niet te glad is, zeg maar, op de weg. Want ik weet niet of ze aan het strooien zijn. Oké. Ik ga toch even naar binnen. Ik mag ook meteen gaan dweilen, zie ik alweer. Wat vind jij er nou van, al die sneeuw, Sil? Zo, mijn make-up zit er weer op. En ik ga straks eventjes boterkoek maken uit een pakkie. En ik heb het nog nooit gedaan, maar... ik denk dat het wel goed moet gaan. Het lijkt me wel heel erg makkelijk. Want ik hoef alleen maar boter te mengen met het deeg en een beetje ei. En dan is het klaar. En ik heb hier zo'n speciale bakblik van de Dille en Camille voor zo'n boterkoek. Ik vind het zelf wel heel erg lekker. Maar ik heb het nog nooit zelf gemaakt. Dus ik weet niet of het dan anders smaakt. Het is net zoiets als pepernoten zelf maken. Die smaken ook heel erg anders. Maar ik denk haast wel... dat het goed moet komen. Oké, filmen tijdens het maken van de deeg was een beetje moeilijk. Omdat het allemaal, ja, ik moest het kneden en het was heel erg plakkerig. Maar zo ziet het eruit. En dan moet ik met de achterkant van een natte lepel de boel glad gaan strijken. Dus dat ga ik heel eventjes doen. Oké, het is helemaal glad. Dan ga ik er nu alleen nog wat ei overheen doen. En nog een vormpje erin tekenen. En dan kan die de oven in. Zo, het ei zit erover en ik heb er een ruitje in gemaakt. Dus dat ziet er wel behoorlijk goed uit. Nu moet het nog goed komen in de oven. We gaan het zien. Zo. Ondertussen moet ik deze zooi even opruimen. Zeker wel klaar. En hij ziet er echt super goed uit. Het is echt super koud. En ik zei het al voor de 100ste keer van kijk eens naar buiten. Mijn vriend zei, ga je dit serieus elk half uur zeggen. Maar ik zie het zeg maar steeds witter worden buiten. Kijk maar wat voor een laag hier ligt. Dat is toch niet normaal? Oeh. Ik ga even naar binnen, want hier is het een stuk warmer. Dus ik ben heel erg benieuwd als we straks naar mijn ouders toe gaan. Of het ook wel gaat lukken of niet. Ondertussen ben ik eventjes kant-en-klare gehaktballen aan het klaarmaken die over waren van Sinterkerst. Die werden meegenomen door Roos. Dankjewel Roos. Als kleine lunch, want ik heb niks anders in huis. Dus nou, hoe dan ook. Ik stop nu even met vloggen en ik zie jullie wel weer straks. Nou jongens, ik ben aangekomen in Houten bij mijn moeder thuis. En ik zou eigenlijk nog naar huis gaan om me eventjes om te kunnen kleden. Want nu heb ik nog steeds hetzelfde aan. Maar we hebben uiteindelijk 5 uur gedaan over Maastricht-Utrecht. Waar je normaal 2 uur, 1,5 uur over kan doen. Als je snel doorrijdt. Maar 5 uur dus. Dus ik ben echt best wel moe ervan.
Dus ik dacht, nou weet je, zet me maar gewoon gelijk af in hout. En weet ik zeker dat ik op tijd ben. Want dan kan ik nog even mijn moeder helpen met wat voorbereidingen. We staan nu in de keuken. Hier liggen hele lekkere dingetjes. Hier staat mam zelf. Ook lekker druk bezig. En het ziet er super Christmassy uit. En het ruikt vooral onwijs lekker. Hier zijn alle zitjes. Dus een tafeltje met wat stoelen. Hier ook. Dan hebben we hier ook nog een andere tafel waar je gezellig aan kan zitten. Hier is een hele leuke hoek opgesteld. Hier ziet het ook echt super gezellig uit. Mam heeft het echt weer super mooi versierd. Ik vind dit ook echt heel erg leuk. Die katoenbolletjes met die lampjes. Een mini kerstboompje hier. Oh, daar allemaal lampjes nog. Dit is ook heel erg leuk trouwens. Ook een selectie aan potjes met leuke kerstige dingetjes. Nou, we zitten inmiddels in de auto onderweg naar mijn ouders. Maar het is echt super glad op de weg, dus we rijden heel langzaam. En het gaat niet zo goed met die man aan de overkant. Die zit helemaal dwars over de weg heen. Maar het is echt super glad. Dus het is nogal moeilijk om recht te blijven rijden. Ik hoop dat we heel aankomen. Moet je kijken hoe dik deze laag is hier op de voorruit. Maar goed, ondanks de sneeuw zijn er gelukkig nog wel een hoop familieleden, geloof ik, die onderweg zijn. En want mijn moeder is namelijk echt al een week bezig met voorbereidingen. Ik zou het heel sneu vinden als er niemand meer komt. Maar ik begrijp tegelijkertijd ook wel dat als ze van ver komen, dat het niet echt makkelijk te doen is. Maar volgens mij komen er nog best wel veel. Dus dat is wel heel erg gezellig. Ik ben zelf echt super laat. Dat zou vanaf 4 uur beginnen. En ik denk dat wij rond een uur of... kwart voor 4 of zo aankomen, maar ik had eigenlijk gezegd dat ik eerder zou komen om te helpen. Maar ik denk dat ze het wel begrijpt. Ik zie jullie zo weer. Zo, we hebben de auto iets verderop geparkeerd, zodat we niet die zigzagroute hoeven te doen voordat we bij me thuis komen. En dan uitglijden, want er is niet echt gestrooid in de wijken. En dan lopen we nu richting het ouders huis. En ik heb niet zo heel erg goed nagedacht over wat ik aan heb getrokken. Want ik heb en mijn mooiste sneakers aan. Oh. En witte sokken. En een korte broek. Maar goed, dat valt op zich al mee met hoe koud ik het vind. Eigenlijk. Maar dat komt omdat ik gewoon net uit een warme auto ben gestapt. Maar kijk nou hoe mooi het eruit ziet. Hier hebben wij vroeger altijd geschaatst. Als het dan zeg maar echt ging vriezen. Goed, ik loop nu eventjes door. En het blijft ook maar sneeuwen. Het is echt, hoeveel centimeter zouden er liggen? Zeker wel 10, toch? Ja, 10, 15 denk ik. Zo diep. Er ook iemand sleeën. Eigenlijk ook wel sleeën. Zo, ik ben inmiddels binnen en we zijn allemaal lekkere hapjes op, ja, moet ik zeggen, aan het opdienen. Dus dit is de boterkoek, de brownie. Dit zijn hele schattige cakepops en Welsh cakes. En die brengen we straks allemaal even naar de huiskamer. Gaat ie goed, mam? Ja, gaat hartstikke goed. Het is een beetje rumoerig hier geweest en heel erg druk, dus we hebben niet heel erg goed kunnen vloggen. Maar iedereen zit nog gezellig in de woonkamer en heeft lekker gegeten en gedronken. En ik ga eventjes wat laten zien. Weer naar huis. Het is nu een uurtje of 7 en het was echt super gezellig net. Het was heel druk, dus heel hectisch. Dus ik heb heel veel dingetjes wel gedaan, maar dat heb ik allemaal niet kunnen filmen omdat het gewoon... Ja, daar had ik mijn camera niet bij me en dat soort dingen. Ik heb nog even een sneeuwballengevecht buiten gehouden met de zoontjes van mijn neven. En dat was echt terror. Ik heb echt ballen in mijn gezicht gehad, ballen op mijn hoofd. Ik heb hun ook helemaal onderbekogeld. En ik heb nog even een sleetje gereden met het dochtertje van mijn nichtje. En mijn tante erbij. Dat was ook echt super gezellig. Maar goed, dat heb ik dus allemaal niet op beeld. Want ik kon het niet vastleggen. Omdat het gewoon... Ja, ik durfde zeg maar niet de camera en telefoon mee te nemen in sneeuw. Ik denk dat het ook maar goed is ook. Omdat ik dus echt helemaal onderbekogeld werd. En een beetje doorweekt ben geworden. En verder heb ik gewoon heel erg lekker gegeten natuurlijk. Mama heeft het allemaal super goed verzorgd. Nou, ik denk dat we niet per se echt gaan avondeten. Maar ik heb ergens nog wel zin in een beetje iets hartigs. Dus misschien
Ik kijk wel even. We gaan nu in ieder geval naar huis. Ik ben inmiddels dus weer thuis. Ik vond het echt serieus zo ontzettend gezellig dat er zoveel van onze familie was gekomen. Echt onwijs gaaf, want heel veel moesten ook echt super lang nog rijden door ja, natuurlijk de sneeuwval en de gladheid die er was. En we hadden ook echt familieleden die uit het noorden en uit het oosten kwamen. Dus ik wil in ieder geval iedereen bedanken, of je nou dichtbij of ver weg woont, voor het komen naar onze afternoon tea. En dat zeg ik gewoon namens mezelf en natuurlijk namens iedereen in de familie Verbon. En ik vond het echt een super gezellige dag. En altijd wat heel erg leuk is na zo'n dag is dat er altijd nog wel een paar dingetjes overblijven. Al moet ik zeggen dat echt heel veel was opgegaan. Dus dat is echt super mooi om te zien. Maar ik heb nog even wat dingetjes mee naar huis genomen. Stiekem wat brood. Echt 4 sneetjes wit brood. 4 sneetjes bruin brood. Dat hadden we gebruikt voor de sandwiches. Ook nog even een zakje gemaakt met al van die lekkere dingetjes. Dus ik heb hier wat lemon cakes, brownies en scones in zitten. Nee, dit zijn Welsh cakes. Super lekker. Dus daar kan ik nog lekker van gaan snoepen de komende dagen. Ik heb ook een potje gemaakt met de glühwein. Deze is zonder alcohol. En die ga ik echt, nadat ik dit stuk heb opgenomen, in de magnetron zetten. En even lekker opwarmen, want hier heb ik wel heel veel zin in. En als laatste nog een hele voorraad van de pompoensoep. We hadden echt een enorme pan. Echt zo'n super grote pan met heel veel pompoensoep. Dus er moest wel wat van overblijven. Dus ik heb heel veel meegenomen. Dus daar ga ik lekker morgen mee lunchen. En misschien met een broodje. Dus ik zei voor de grap tegen mijn moeder, ik ben gewoon hier boodschap aan het doen. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk na zo'n dag. Mam, super bedankt voor het organiseren van deze afternoon tea. En voor alle lekkers dat je hebt gemaakt. Ik hoop dat je zelf ook hebt genoten van deze dag. Ik in ieder geval wel. Zo, ik ben thuis. Ik heb heel eventjes een pastaartje in de magnetron gedaan. Toch nog heel eventjes wat eten, heb ik wel zin in. En je raadt het al, het is tijd voor de adventkalender. En ik heb namelijk vergeten te openen. Dus ik begin heel eventjes met van de Occitane. Oeps. Even kijken, het was 10 december. Even kijken. Dit is een zeepje van de geur Verbena. Dus dat is wel heel erg lekker. Het ruikt echt super lekker. En die van Essence die hebben we eigenlijk gisteren ook niet geopend. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. Dus ik ga zoeken naar nummer 9. Heeft deze wel een nummer 9? Oh hier, nummer 9. Zo, dat duurde lang. Even kijken hoor. Hey, oh dit is heel handig. Dit is een... dit is een puntenslijpertje, dus voor je oogpotloden of voor je lippotloden. Dat is heel erg handig, die komt echt van pas. En even kijken, dat was nummer 9 van 9 december. Dus zoek ik nu nummer 10 van vandaag. Het is een langwerpig vakje, dus het zal wel een lipstick zijn. Oh nee. Hey. Dit is ook heel chill, dat past bij die cadeautasjes. Dit zijn labeltjes, oh het zijn er 10 zelfs. Dus als je dan je pakje inpakt, dan kan je deze eraan hangen en dan kan je opzetten aan wie die is. En dan staat hij ervoor, bijvoorbeeld ho ho ho. Of al deze. Dit vind ik echt heel erg leuk. En dan heb ik hier ook van de posters nummer 9 en 10. Even kijken. Oeh, dit zou een hele goede winnaar kunnen zijn. Kijk, want het is namelijk een afbeelding van een super mooie lucht. Ik weet niet helemaal zeker of ze een beetje in de vibe past van het meisje met de beer en die afbeelding van boven met het huisje en al dat bos. Maar hij is wel echt super mooi. En onderin staat welke vlucht deze afbeelding is gemaakt. Dus dat is op 11 augustus 2015 geweest. 18 uur 34 en 38 seconden. En er was een vlucht van, ik weet even niet, deze vliegveldcodes. MUC naar FMO. Dat zijn denk ik plaatsen in Amerika. Weet je niet 100% zeker? No. Oh, wat dan? München naar Italië. Oh, mijn vriend weet alles. Rome. Van München naar Italië. Rome. Rome. Ook leuk om te weten. Nou, daar is deze dus gemaakt. Ziet er echt super gaaf uit. En dan hebben we hier ook nog nummer 10. En... Oh, nee. Deze is echt te gek. Deze hoort bij die vorige poster die ik jullie net liet zien. Oké, wow, ik sloeg mezelf. Maar ben je er klaar voor? Komt ie aan. 1, 2, 3. Een unicorn! Of eigenlijk is het gewoon een wit paard met een ijsje op zijn kop. Waardoor het net lijkt alsof het een unicorn is. Deze is echt te gek. Moet je, ik weet niet of ik het kan laten zien.
Maar deze kleuren. En dan is samen met deze. Dit is echt een super leuke set die ik bij elkaar wil doen. Wauw. Oké, niet over elke poster was ik de afgelopen kalender te spreken. Maar in deze hebben we het echt weer goed gemaakt. Vind ik echt heel erg leuk. En nu heb ik bijna iets ervan. Of moet ik zeg maar mijn posters met het thema doen? Dus laat me eventjes weten welke stijl jullie leuker vinden. Dus ik noem het eventjes natuur. En ik noem het eventjes een beetje pastel. Vanwege de kleuren. Laat het eventjes weten in de comments welke jij leuker vindt. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlogmas. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En ook nog een duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag weer morgen in een nieuwe video. Doei! Doei!